Teams is meer dan alleen videobellen. Teams is samenwerken en samen leren. Het Fonds Vitae Lyceum is nog steeds de meest gekozen middelbare school in Amsterdam. En ik durf te zeggen dat we digitaal verder zijn dan andere scholen. In 2017 kwam Microsoft Teams op de markt. Wij gebruiken hier Teams for Education. Via deze speciale onderwijsversie van Teams communiceren onze leerlingen met elkaar en met leerkrachten. Maar behalve een communicatietool is het ook een leerplatform waar opdrachten klaargezet kunnen worden. En Teams for Education biedt meer voordelen, bijvoorbeeld diverse learning accelerators. De meest bekende is leesvoortgang. De leerling leest voor op camera en het programma geeft aan of hij of zij de woorden goed uitspreekt. Sinds 2017 zit ik als Microsoft Innovative Educator Expert veel in ontwikkelgroepen van Microsoft. Vanuit die rol heb ik bijvoorbeeld ook Search Coach getest. Met deze Learning Accelerator leren onze leerlingen hoe ze via online zoekmachines beter informatie kunnen zoeken en beoordelen. Een andere handige toepassing is Speaker Coach, waarbij leerlingen feedback krijgen op hun presentatie- en communicatievaardigheden. Zelf maak ik ook dankbaar gebruik van Education Insights. Daarmee kun je volgen of je leerlingen een opdracht op tijd hebben ingeleverd. Maar ook bijvoorbeeld of ze wel online zijn als ze niet fysiek in de klas aanwezig zijn. En leerkrachten kunnen digitale third-party content toevoegen om een lesprogramma te verrijken. Het blijft dus niet beperkt tot Teams, maar Teams is wel het cement. Ons uiteindelijke doel is om alles op één platform te laten draaien, om het leren nog effectiever te maken. Teams for Education is daar uitermate geschikt voor.